bij deze Goede Vrijdag, want dat is het natuurlijk. Het is vandaag officieel Goede Vrijdag en bovenal is het tijd voor een nieuwe Reageren Win. Ja, leuk dat jullie allemaal kijken. Mijn eerste vraag aan jullie is eigenlijk, wat doen jullie op Goede Vrijdag? Daar ben ik wel even benieuwd naar. Zijn jullie flink aan het binge-watchen, aan het gamen of heel wat anders aan het doen? Vind ik leuk. Hey, vorige week maakten jullie kans op deze te gekke prijs, die Life is Strange Before the Storm, met die toffe poppetjes die jullie hebben kunnen meemaken in de after bloopers, of hoe je dat ook mag noemen. De after credits, de bloopers, een van de twee. En daarvan heb ik nu de eerste winnaar. Wat jullie daarvoor moesten doen trouwens was ergens het woordje Strange achterlaten. De eerste winnaar voor de PlayStation 4 versie is geworden RGForce. Jij gaf aan op het artikel 5 crime solvers aanraden, dus elke moord weer een feestje. Ik hou wel van crime series, Lucifer is een toffe serie, alleen een beetje strange. Maar gelukkig hou ik wel van strange. Nou, met die reactie heb jij dus Life is Strange gewonnen. Stuur even een mailtje naar r.v.d.helm@xgm.nl en dan na Pasen zal die prijs ergens opgestuurd worden. Met natuurlijk die poppetjes erbij van Chloe en Rachel. En de tweede winnaar is geworden... Pap, die zie je nu in beeld. Ik moet namelijk iets opbiechten. Wegens Goede Vrijdag en Pasen is deze show ietsje eerder opgenomen. En om iedereen een gelijke kans te geven, hebben we die tweede winnaar toen nog niet meegenomen. En zijn we later de reacties gaan bekijken. Van harte gefeliciteerd, ook voor jouw geld. Stuur me even je adres toe naar r.v.d.helm@xgm.nl. En dan komt die Xbox One versie zo snel mogelijk jouw kant op. Hey, en dan gaan we door naar de nieuwe prijs van deze week. En dat wordt deze serie van DC, Legends of Tomorrow, seizoen 2. Ik heb hem onlangs al gerecenseerd en ik gaf het een 7'tje. Daarbij gaf ik aan, het is komisch, je hebt leuke uitstapjes. En de minpunten waren, het verhaal is niet enorm boeiend en het doet te weinig om echt indruk te maken. Ja, eigenlijk vind ik het een leuke serie, zeker als je ook The Flash bijvoorbeeld volgt en Arrow, Supergirl, dan herken je veel elementen. Maar ja, het is wel echt een serie die je gewoon opzet en daarna al snel vergeten bent. Maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, je kan niet alles onthouden als je er maar van geniet. Dus dat kan. Jij kan deze week 2 keer een exemplaartje winnen op Blu-ray en wat je daarvoor moet doen... is even een leuke reactie achterlaten op deze video. En daarnaast wil ik nog 2 reacties van jou zien op andere artikelen de komende week. Dus in totaal 3 reacties op deze video en op 2 andere artikelen. Heel simpel, maar we houden van een beetje interactie op de website. En als laatste heb ik dan de kwartaalprijs. Dat wordt ook 1 keer Legends of Tomorrow. Die gaat in de virtuele box. En eigenlijk zie je nu... alle prijzen liggen van afgelopen kwartaal. Je kon Wolfenstein goodies winnen. Je kon een Assassin's Creed t-shirt winnen. Je kon Gears of War t-shirts winnen. Nog een trui. Die is niet opengeslagen. Ik weet niet waarom. Cameraman, kun je mij volgen? Kun je mij even opslaan? Hahaha. Want je kon ook nog een trui winnen hier. Van Vampire. De game van die Monster Energy motorrace. Die kon je winnen. En deze hele stapel hier. Dus wat is het? Wind River, de film, kon je winnen. Ghost Recon Wildlands. De film Inferno. Supergirl seizoen 1. Minecraft boekjes. Call of Duty poppetje. En daarvan heb ik nu een winnaar. Dus je moest een kwartaal lang toffe reacties achterlaten op de website. En wel liefst elke week. En dat heeft iemand in het bijzonder wel heel vaak gedaan. Gefeliciteerd, Anna Stroom. Geniet van jullie weekend. Goed, vrolijk Pasen gewenst. En tot volgende week.